Nou, top, dat is dus geregeld. Ik heb mijn grote pakket binnen. Het vacuüm. Ik krijg gewoon buiten adem van die. Het ging net allemaal echt heel snel. En ik heb geluk. Ik ga echt gewoon heel tijd naar bed gaan vandaag. We beginnen weer met Herrie. Ze hebben een nieuwe lievelingsliedje en die is ons ontbijtje. En waar gaan we zo naartoe? School. Ja. Oh, die was een beetje afgemaakt. Kijk, dit heb ik nu. Ja, ze heeft rare plekjes op de vinger, maar dat gaan we even in de gaten houden. Ja, ik heb ook steeds heel veel last van. Ja, maar... En daarom moest de pleister hierop en okay. Hierop. Oké. Okay. Ik ben weer thuis. En ik heb net de... Hoe heet dat ding nou? Medaille van de avondvierdaagse aan Georgia gegeven, want die zat gisteren bij de post. Dus we hebben samen even teruggelopen. Nu thee en dan ga ik even mijn haar wassen, want ik had er net echt geen tijd voor. Maar het moet wel echt gedaan worden. Oh ja. En vandaag wordt de schutting geleverd. Alleen, ik ben natuurlijk in de middag weg, precies als die komt. Marco is ook aan het werk, dus Denise die kon hier zitten, want die moest toch aan de school. Dus dan kan ze de laptop meenemen, kan ze hier in alle rust werken, omdat er niemand is dan. En dan hier ook zitten voor de schutting, dus. Dat is dus geregeld. Dus die kan dan de schutting aannemen. Het eerste stuk ben ik thuis. En dan is de Denise hier als ze nog niet geweest zijn. Dus dat is fijn. Eindelijk lekker gedoucht en mijn haar gewassen. Oh, ik had er vanochtend echt geen tijd voor. Het lijkt alsof er verf in zit, maar het is gewoon nat. Het ziet er heel erg uit zo. Maar goed, moet dus gewoon even drogen. Trui vandaag, French Connection, broek, Levi's. En ik heb mijn sneakeroortjes, in ieder geval die had ik aan, maar die staan beneden. En ik heb een raar plekje op mijn gezicht hier. Ik weet niet of jullie het zien. Ik weet niet wat het is. Doet pijn. Zo'n wondje, maar ik weet niet hoe ik eraan kom. Wat wilde ik zeggen? Oh ja, vandaag komt als het goed is de nieuwe schutting. En mijn wandobject voor aan de muur. Alleen, die moet ik dan ook... ophangen. Maar ik denk dat Marco er pas is als ze op bed ligt. En die is heel veel weg en pas thuis. Pas laat thuis. Dus even kijken of ik iets kan fixen. Dat als het goed is, dat hij ook aan de muur kan. Gelijk maar verder met de was. Een van mijn minst favoriete werkjes. Sokken sorteren. Ik vind dat alleen leuk als ik het samen met Sarah doe. Dan is het tenminste gezellig. Maar in mijn eentje, ik zit er ook echt niet lekker voor vandaag. Vind ik het echt een verschrikking. Zo stom werk en vooral ook alle sokken zitten in één was. Dus dan ben je echt eindeloos aan het uitzoeken wat bij wat hoort. Ik heb mijn grote pakket binnen. Ik ben echt heel benieuwd of ik hem... Ik vind het echt ook leuk, vind. Ik heb de laatste best wel vaak dingen binnengekregen. En dan maak ik het open en dan denk ik, nou, is dit het nou? Even een schaar, want hij is mega goed dicht. Nou, let's see. Spannend. Hij is wel, de doos in ieder geval heel groot. Weet ik dat hij wel aardig groot was, maar... Ik had de doos toch iets kleiner verwacht. Op een of andere manier. Of hij zit gewoon ingepakt. Pauline, ik heb net gestopt. Dat geeft altijd weer zo'n rommel op de grond. Dus dan mag ik eigenlijk weer stofzuigen. Maar that's life. That's my life, man life. Nou, kom. Zo. Kijk of het nu lukt.
Ja. Hij wil er niet echt heel makkelijk uit. Hoe ga ik dit doen? Zak ze er weer in. Ah, ik trek vaker. Ik denk als ze niet goed is, dat ik hem weer in kunnen doen. Dus ik had een tijd geleden natuurlijk ook met die tv-kast. Ja, dat was zo'n drama. Toen is het wel heel fijn als je het terug kon sturen. Nou deden ze daar op zich niet heel moeilijk. Want die verpakking, ja, je moest hem toch wel scheuren. Dus ik wil toch eerst graag even dat het goed is. Dus dit ziet er, het is ook echt hout. Het ziet er wel goed uit. Kijk, van die weg. Dat is het zwaar. Oh, hij is wel heel mooi. Kijk, dit is dus mijn wandmeubel. Jee. Loodzwaar. Maar hij is wel echt metaal en... echt hout, dus heel fijn. Ik ga dit even aan het opruimen, die zit nu bij het plastic. Want die bak is nu weg, dus ik gooi grote dingen altijd gelijk buiten in de bak. Want ik vind het altijd zonde van alle vuilniszakken anders. En we verbruiken al zoveel tegenwoordig. Dus ik probeer altijd wel goed bij na te denken tegenwoordig. Ik weet niet of ik het zo goed kan laten zien, ik denk het wel. Maar het is dus de bedoeling. Kijk of dat lukt om te laten zien, want hij is echt heel zwaar. Maar hij moet dus zo hier gaan komen. En die kast moet ook nog anders worden en zo. Misschien doen we nu wel even hier. Maar ik moet dus ook nog even regelen dat er gaten in de muur komen. En er moet wel stevige bouten in, want hij weegt al wat. Ik ben gewoon buiten adem van het ding. Deze had ik volgens mij ook nog niet laten zien. Die heb ik ook pas besteld. Dat zijn deze stoeltjes, zijn dezelfde. Daar ga ik wat van de kleinere dingen in doen. Die gaan dus in die kast. Alleen, ze zijn heel erg diep. Dus de dingen die erin zitten, die gaan dan verdwijnen. Dus ik moet eigenlijk een houten plaatje hebben voor erin. Maar dat moet ik ook nog even zien te fixen. Hoe weet ik nog niet, maar gewoon net even dik ongeveer. Dan zet ik het erop en dan vult u hem wat. Ik zal eigenlijk dat plaatje gewoon een rand waar je dat glas in kan zetten en dat het wat hoger is. Of nog anders. Maar goed, hij is zo, dus ik moet plaatjes fixen. En die komen dus ook in die kast. En de schutting is nog niet geleverd, maar ik moet daar natuurlijk weg. Daar komt Denise voor. Nee, ik hoopte eigenlijk dat ze er waren. Dus even mijn spullen overgooien. Maar ik vind dat vervelend, want je bent wel bezig in huis. En je kan wel dingen doen, maar... toch anders. Je kan wel even de stofzuiger pakken, van alles gaan doen, maar als je de deur niet hoort, is dat niet echt handig. Dus ja, ik word altijd een beetje onrustig van. En dan kom ik niet toe aan alles wat ik eigenlijk zou willen doen. Zo, ik denk dat dat Denise al is. Het was inderdaad Denise. Oh, ja, nu word je scherp. Mag nog een keer. Ah, scherp! Dus we gaan nog even kletsen, want ik moet zo de deur uit. We zijn nog niet geweest. En ik heb die winnen. Oh leuk, waar gaan die hangen dan? Daar. Oh, wordt het niet een beetje vol? Nee, nee. Oh. Nee. Maar er hing ook boven wat. Daar, ja, daar boven. Nee, daar. Die muur. Oh, daar hingen die harten. Maar ik wil natuurlijk dat landelijke eruit. Het ging net allemaal echt heel snel. Want net voor ik de deur uit ging... Oh, dat heb ik jou nog niet verteld. Werd de schutting geleverd. Denise zit er nu. Want ik moest de deur uit, dus dat is nu in volle gang. Maar ik nam het nog wel aan bij de deur, maar daardoor moest ik heel snel de deur uit. Haasten, want ik denk, ja, ik wilde gewoon echt staan. Als Sarah naar buiten komt, maar eindstand was Sarah heel laat naar buiten. Omdat er allemaal kinderen praten. Ja, maar het is niet erg. Toeter. Nee, ik ga niet toeteren, schat. Dan schrikken er ook anderen die hier lopen.
Dus ik ga niet zomaar toeteren. Oh, ik denk dat dit heel veel herrie maakt. Maar goed, we hebben altijd net even ruimte tussen school en de afspraak. Dus het kwam niet verkeerd uit, want we zijn nog steeds heel mooi op tijd. Dus ik ga ze aan naar de afspraak brengen. 3 weken geleden dat je er was. Je bent 2 weken niet geweest. Dus daar gaan we nu naartoe. 2 dagen. Ik moet niet elke week. Nee, maar, ja, maar je bent 2 keer een week niet geweest. Ook 2 keer niet geweest. Dus, en dan ga ik even een bakje thee doen met een cookie. Wat spannend. Welk koekje wordt het vandaag? Vandaag hebben we thee met kraklingen. Ik ga Sarah weer ophalen. En ik heb geluk. Want mijn broertje had vandaag geen tijd voor de schuttingen. Maar die moest iets printen wat hij nodig heeft. Geloof ik voor vanavond. Maar de printer deed het niet. Dus die wilde wel heel graag bij mij komen printen. En dat kwam mooi uit. Kan je dan gelijk die gaten boren? Dus hij kon bij mij die gaatjes boren. Dan heb ik dat ding zo hangen. En dan heeft hij ook wat hij wil. Dus perfect. Echt perfect. Maar eerst nu Sarah ophalen en dan snel naar huis. En voor haar is het ook een leuke verrassing. Want soms haalt de oom erop bij de afspraak. En dan lopen ze naar mijn moeder. En dat vindt ze helemaal leuk. Dus daar vroeg ze vandaag ook om. Ik zei, nou, ik denk niet dat dat vandaag gaat lukken. Maar als we daar thuis komen, dan is de oom dus bij ons thuis. Want die rijdt zo gelijk door naar mijn huis. Dus dan heeft ze alsnog oom. Maar nu als verrassing. Dus echt helemaal leuk. En ik moet daar ook heel veel sjouwen. Ik heb alle bakjes van opa meegekregen. En die had gelukkig bijna al mijn bakjes. Wow, nou, sorry, ik weet niet wat het is. Eerst stond die camera hier elke keer perfect. En nu wil die elke keer alleen maar heen en weer gaan. We zijn weer thuis. En er gebeurt hier nu van alles. Sarah is boodschapjes en bakjes van opa aan het opruimen. Mijn moeder heeft deze voor me kunnen bestellen. En hier ben ik zo blij mee. Dat is deze. En die is zo lekker. Maar deze is dus bijna nooit nergens te koop. Maar ik heb dus 2 pakken. En mijn broertje is er ook. Die staat nu in de tuin. Dat zie je niet. We hebben net afgemeten daar op de muur. Dus we gaan het kastjes ophangen. Daar lijkt hij op, maar hij is wel anders. Oké. Dus ik ga dit nog even verder opruimen. Je had ook nog mooie dingen van school mee, zag ik. Heb jij dat gemaakt? Ja. En ik heb 2. Heel gaaf. Kijk, ze heeft deze. En ik heb er nog een daarvan gemaakt. Oh, en op de achterkant? Ja, heel leuk. Daar staat mijn naam. Oh, en deze, heel leuk. Zo, ga ik even een mooi plekje geven. Gaan we het even allemaal opruimen. Beetje haast en zo, ik ben al aan het koken. Mijn kastje hangt. Moet hem nog verder inrichten hoor, ik heb dit er even snel ingezet. Maar, ik moest mijn kip in de oven zetten. En mijn aardappeltjes in de pan doen. Ik kan nu zo lekker gaan eten. Verse gebakken aardappelen en kip uit de oven. Dus. En groente, maar die is. Dat is niet het lekkere nu. Oh, ik heb hier echt trek in. En Sarah ook, die heeft de hele dag. Van vanochtend en vanuit dat ze uit school komt, dat ik net was, elke keer over hoeveel trek ze in heeft. Oh, lekker eten. Trots op mezelf. Nadat Sarah op bed lag, gelijk alles weggeëdit. En hij is de laatste nu aan het renderen. Wat niet scherp in beeld komt. Ik ben helemaal... Oh, daar ben ik weer. Dus ik ben weer bij als die klaar is. Echt helemaal fijn. Oh, en ik heb vandaag... een haar... met verf geprobeerd iets uit te wassen. Het werd een rare zin. Volgens mij... hetzelfde licht als vorige keer... is het wel weer iets lichter. Dat hoop ik. Want ik vond het echt net te donker. Volgens mij lijkt het wel zo donkerder. Oh ja, en het nieuwe seizoen. In ieder geval een nieuw seizoen, absoluut niet. Er staat weer een seizoen The Real Housewives of Beverly Hills op Netflix. Dus toen was ik tussendoor ook even aan het kijken. Dat is gewoon leuk. Oeh. Ik ga echt proberen op tijd naar bed te gaan vandaag. En weer gezond snacken. Mega niet scherp, dat wilde ik niet zeggen. Ik wil zeggen dat ik mega trots ben op mezelf. Want het is 11:15 en ik ga opruimen naar mijn bed. En als ik opschiet boven, dan ben ik niet alleen voor 12:00 naar boven. Maar ook gewoon in mijn bed een keer. Dan moet ik wel heel erg opschieten in de badkamer. Maar it's doable. Dus ik was er opeens helemaal klaar mee. Maar ik ben wel weer bij met alles. Dus dat is mega fijn. Ik ga snel de vlog afsluiten, anders red ik het nooit. Ik wil je bedanken voor het kijken.
Vergeet niet een duimpje en een leuke reactie achter te laten. En ben je niet geabonneerd, klik hieronder even op abonneren. Dan zie ik je morgen weer. Doei doei!